waar ze zich in kwijt konden. En dat was dat reizen, hè, als ze dus hun reizen maakten. Hij ging altijd, als hij naar Zwitserland ging, met de trein. Dat vond hij het prettigste. Genoten ze daarvan? Ja, ze zat echt als twee kinderen met de neuzen tegen het glas. Hij was echt een zwalkend kind. Als die, dat kleine vrouwtje daar niet als een tank had voor en achter en aan de zijkant had gestaan. Ze waren vrijwel altijd dus met z'n tweeën. Hè? En alleen als hij aan het werk was, ja, dan was hij met anderen bezig, met Ruud van Veen of weet ik veel wat. Maar tante Cor was altijd, altijd ergens in de buurt. Dus hij zal af en toe blij zijn geweest als hij eens even zo'n... Al zullen het waarschijnlijk onschuldige uitstapjes zijn geweest als hij zo'n uitstapje kon maken. Wim Kan maakt regelmatig afspraakjes met jonge mensen om leuke dingen mee te doen. Meestal spreekt hij af op het strand en het liefst met energieke tienermeisjes. De uitstapjes geven voortdurend aanleiding tot geruchten, als zou Kan zich schuldig maken aan handtastelijkheden. Dit is een hele stapel brieven. Dat zijn de brieven die Wim Kan aan jou geschreven heeft. Ja, dat klopt. Dat moet een bijzondere vriendschap geweest zijn. Ja, dat was geweldig. Toen vond ik het natuurlijk ook heel normaal. Nou ja, in het begin niet, maar daarna werd het normaal. En ook alle brieven die we schreven. Want we gingen wandelen en daarna gingen we ook schrijven met elkaar. 2 keer in de week, 3 keer in de week. Ja, dat vond ik toen ook gewoon. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, ook een vriendschap van een jong meisje. Hoe oud was je? Ik denk dat ik 14 was toen ik hem leerde kennen. Toen ik voor de eerste keer met hem ging wandelen. Ja, we deden allemaal gekke dingen op het strand. Rennen, zingen. Je had toen van die strandpalen op het strand. Gingen we telefoneren met de schepen op zee. En vlotten in zee leggen. En daar gingen we op springen of wegrennen voor de golven. Als het niet kleddernat terugkwam, dan was het niet leuk geweest. Dus dat deed jij met Wim Kan? Hij wilde kind zijn. Dat wou hij vreselijk graag. En dat was hem wat hem in die jongeren aantrok? Ja, het kind zijn. Ja. Dat vond hij heerlijk, onbezorgd. Spelen, stoeien, bij wijze van spreken. Dat had hij ook echt nodig. Eén keer wordt Wim Kan aangehouden en verhoord op het hoofdbureau van de Haagse politie. Iemand zou hem hebben betrapt op onzedelijke handelingen met een minderjarige. Maanden later pas verdwijnt de zaak in de prullenmand. De roddel ging dat hij betrapt was met een jongetje. En dan zat hij, maar dan mocht hij 's avonds gewoon spelen. Daarna moest hij dan weer naar het huis van bewaring. Ja, dat hebben we nog nooit gehoord. Maar dat ging. En iedereen wist dat. Wat had die politie dan tegen hem dat ze die zaak zo lang slepende gehouden? Ze hadden misschien niks tegen hem, maar ze vonden het heerlijk. Om een man als Wim Kan, zo'n beroemde man, om daar tegenover te kunnen zitten. En die een verhoor afnemen. En de een had dan weer de zaak en dan kreeg een ander weer. Het is voor mij een spelletje geweest wat ze gedaan hebben. En hoe was hij daaronder? Ja, zeer gedeprimeerd. We hebben dat nooit serieus genomen. Nee? Nee. Waarom niet? Nee. Ik denk dat hij, mocht het al in hem gehuist hebben, dat hij nooit tot daden of wat dan ook zijn over hebben durven gaan. Waarom? Ja. Hij was een bange man in wezen. Ik bedoel, dat zou hij nooit gedurfd hebben. Dan zou hij misschien... Nee. Met mij heeft hij never en nooit iets daar in die richting gedaan. Hij heeft je met geen vinger aangeraakt? Nee, nou, hij heeft me wel aangeraakt, want hij heeft me in zee geduwd. Maar ja, hij heeft niet op een andere manier, nee. Eenzaam zit ik nu in dit dagboek te schrijven. Steeds zie ik haar prachtig grijze hoofd voor me. Dat gezicht dat ik niets weigeren kan. Er is er maar één waarvan ik hou en altijd heb gehouden. Ol. Ol. Olle.
Corrie was de eerste die ziek werd. Ja, die kreeg een herseninfarct. Hoe was die periode voor Wim Kan? Vreselijk. Een hopeloze Kan. Die dus in dat ziekenhuis in Velp toefde. En tegelijkertijd was natuurlijk die ziekte voor hem zo verlammend, zo... Hij was eigenlijk tot niks meer in staat. In 1982 geeft hij die laatste show. Ja, dat is rampzalig. Rampzalig, rampzalig, treurig, treurig. Nou ja, kom je eigenlijk weer uit. Waar zijn de mensen die hadden moeten zeggen, niet doen? Hij had andere prioriteiten. Namelijk zorgen voor Corrie. Ja. En dat was voor hem zo belangrijk. Daar moest alles voor wijken. Het was natuurlijk van het grootste belang dat die avond die gepland was, dat dat doorging. En daarom greep hij terug op oud materiaal. Dan zei hij van, daar kan ik dan geen buil mee vallen. Maar dat was natuurlijk de denkfout. Uiteindelijk werd er dan dus toch een programma gemaakt. En in mijn gevoel met veel kunst en vliegwerk. Omdat hij geen krant meer las en aldoor met Corrie bezig was. En hij moest het aangereikt krijgen. Maar dat was toch niet hetzelfde. Hij had de belangstelling verloren. Opa, wat een dag jou, hoor. Mag ik even blijven zitten? Ik ben zo moe. Ja, dat geeft niks. Nou, dan blijf ik even hier bovenin. Kan dan makkelijker lezen. Uiteindelijk was er de viewing. Dus het aantal mensen wat in het kamertje zit om te kijken of het dan door kon gaan. En het was rampzalig. Iedereen had zich natuurlijk een rotje gewerkt. En je had er het beste van gemaakt. Dus je hoopte natuurlijk dat het uitgezonden werd. Als iedereen op een oudejaarsavonduitzending rekent en 's avonds om 7 uur wordt bekendgemaakt dat de uitzending van Wim Kan niet doorgaat, is ook een hele verantwoording. Je hoort daar een beetje wat die gelachen maar wat geroezemoes. Want oh, dat is ook nog niet zo'n grote goed. Ja, er zijn toch ook hele goede bij. Ja, er zijn ook hele goede bij. Toen heeft Zand, die heeft geroepen dat ze vond dat het niet moest. En iedereen keerde zich tegen mij. En ik werd ook min of meer eigenlijk, werd mij de deur gewezen. En dat is toen heel onprettig geweest. En nu viel er een stilte. En we keken elkaar aan zo. En toen zei op dat moment zei Corrie van... Nee, doe het dan voor mij. En toen in 1983 werd hij ziek. Toen werd hij ziek, ja. Wat herinnert u zich daarvan? Dat hij niet meewerkte. Er was een huisarts, die zei, ik weet het niet, en kan niks vinden, enzovoort. Ga nu naar een internist. Hè? Laat je helemaal doorlichten, enzovoort. En dat wilde hij dan niet. Waarom niet? Ja, waarom niet. Hij was zijn anker kwijt. En dat werd alleen maar ergerlijk en verschrikkelijk. Ja, je wordt natuurlijk ook gek van een dement iemand. Het langzaam aftakelen van Corrie, het sterven, dat heeft hij niet aangekund. Totdat hij op 31, heb ik hem op 31 augustus naar Nijmegen gebracht. Voor onderzoek. En daar zeiden ze me 2 dagen later, hij heeft kanker die niet operabel is. Heeft hij in die laatste dagen Corrie nog gezien? Nee. Waarom niet? Op zondag ben ik er nog geweest. En toen was Corrie nog steeds niet geweest. En toen zei ik tegen hem, meneer Kan, je moet dan toch uw vrouw toelaten, hoor. Want, het is toch uw vrouw? En toen zei hij, het is al 1,5 jaar mijn vrouw niet meer. En ze heeft hem ook in het ziekenhuis
niet gezien voordat hij overleden was. Het was een eenheid. Ja. Er kon niks tussen komen? Daar kon niets tussen komen, nee. Behalve misschien ziekte of de dood? Ja, ik heb nog meegemaakt. Dood natuurlijk. Maar zelfs in de dood waren ze toch nog een eenheid geweest. Dat was de afspraak. Omdat Wim dacht dat omdat Corrie 10 jaar ouder was dan hij, dat ze eerder zou gaan. En ik weet zeker dat als op de dag dat Corrie zou zijn overleden, dat het ook de dood van Wim Kan had betekend. Echt, waren ze overeengekomen om samen te gaan. Alleen Corrie heeft er zich niet aan gehouden in het geval dat Wim eerder gegaan is. Die zei, ja, ik ben gek.